Ja, is natuurlijk waar je elke dag voor traint natuurlijk, met het team, voor jezelf, altijd investeren. En ja, dat doe je er natuurlijk voor, om in Ajax 1 te spelen. En vandaag was de dag. Kan je omschrijven hoe jouw dag er vandaag uitzag? Ja, ik werd gewoon wakker zoals altijd en ja, ging ik even rusten, was ik even met mijn broer. Zei hij van, als je erin komt moet je gewoon alles geven en geniet ervan. Ging naar Ajax toe en ja, toen mocht ik warm lopen en invallen. Wat zei de trainer tegen je? Hij zei, speel gewoon je spel, geniet ervan en dit is jouw moment. Ben je dan zenuwachtig als je langs de lijn staat? Toch zijn toch je eerste minuten voor Ajax 1? Ja, gezonde spanning. Normaal zag je op tv hoe die mensen langs de lijn stonden en invielen. En, ja, nu was het mijn beurt en ik had gewoon genoten ervan. Er zijn niet zoveel linksbacks op dit moment voorradig in onze selectie. Nou, hij is daar één van. Wat ik al zei, Daley had kleine pijntjes. Dus nu was het een mooie tijd om op dat moment te wisselen. Ja, dan is er maar voor mij één optie en dat is Jairo. En dan moet je wel de kwaliteit hebben. En dat heeft hij de laatste weken of de laatste maand al laten zien. En vandaar zijn debuut vandaag. Ja, ik ben gewoon een linksbenige speler. Ik hou ervan om ja, het veld voor me te hebben, zodat ik mensen kan inspelen. Ik kan ook wel een mannetje staan. En, ja, ik kan links centraal op het middenveld en linksback. Ik heb niet echt de voorkeur. Ik vind hem een hele goede speler met heel veel kwaliteit. Hij heeft denk ik een killersmentaliteit als voorstopper. Maar heeft daarnaast ook het overzicht aan de bal. Raakt niet in paniek. Hij heeft een fantastische postuur als centrale verdediger of als linksback. Of misschien wel verdedigende middenvelder. We hebben hem heel veel in de A1 op het middenveld laten spelen. Om de handelingssnelheid omhoog te laten gaan. Dus als hij dan weer een plaatsje zakt, dan heeft hij eigenlijk veel meer tijd en ruimte voor hem. Of voor zich. Dus ja, dat zijn we bewust mee omgegaan. En hij heeft bij Jong Ajax heeft wel een paar keer linksback of centraal achterin gespeeld. Ik denk zelf dat zijn favoriete positie misschien wel linker centrale is. Tenminste, of favoriete, maar in ieder geval zijn beste positie. Maar er zit heel veel rek nog in deze jongen. Hij is nog niet uit vol groei, denk ik. Dus is pas 17, is eerstejaars A-junior. Dus ziet er goed uit zijn toekomst. Hij speelt nu linksback. Is dat ook voorlopig de positie waar jullie hem ja, het liefst zien spelen? Ja, ik denk het wel. Kijk, Daley heeft natuurlijk een andere positie gekregen. Ook linksback, maar ook zeker controleren. Nou, als er dan iets wegvalt, zoals Nicolai Boylissen, dan heb je daar een alternatief voor. Dus vandaag heeft hij laten zien dat hij het niveau zeker aan kan. Volgens mij zaten je ouders op de tribune. Hoe kijken zij ernaar dat jij nu in het eerste staat? Ja, ik denk gewoon dat je dat in één woord kan omschrijven. Dat is trots dat ze hun zoon zien invallen op deze leeftijd. En dat is natuurlijk fantastisch voor hun ook, om dit te zien. Heb je zo gesproken? Nee, ga ik zo meteen doen. Ik denk dat ze buiten staan. Je krijgt voor het eerst horen dat je bij de selectie zit. Dan neem ik aan dat je ouders ook belt. Wat heb je toen met ze besproken? Ja, ik zou eigenlijk wedstrijd tegen Feyenoord spelen, Feyenoord uit. En opeens kreeg ik een belletje. En het eerste wat ik deed was mijn ouders melden en ze waren natuurlijk trots en blij dat ik ja, bij Ajax 1 zat in de selectie. En ze probeerden gelijk kaarten te regelen om erbij te zijn natuurlijk. Ze waren er vandaag dus ook. Ja, wat ga je straks het eerst tegen ze zeggen als je ze ziet? Ja, ik denk dat zij het woord hebben en dat ze alleen maar willen knuffelen en willen laten zien hoe trots ze zijn. En misschien vieren we het nog met wat leuks.